Wij op Taalbeginner werken met een taalcyclus. We beginnen het taalcyclus altijd met een gesprek. En tijdens dat gesprek wordt er een probleem gebracht door de leerkracht. En de leerlingen gaan in gesprek om dat probleem op te lossen. Ik ga hem even daar neerzetten, gaan we de afspraak verder maken. En dan gaan we even vragen wat er aan de hand is, goed? We hadden de afspraak, ik praat over gevoelens. Dus je hebt altijd als leerkracht een afspraak gekozen of twee afspraken die je centraal stelt. Dat zijn echt afspraken waar je tijdens dat gesprek nog extra op gaat letten. Tijdens dit kunstproject was dat bijvoorbeeld in het gesprek met Benny. We praten over gevoelens. Leerlingen weten dan, hé, daar moet ik vandaag aan denken. En vervolgens voer je het gesprek, dan richt je dus de leerlingen. En op het eind ga je ook altijd evalueren, hoe ging het nou? En dan pak je altijd die afspraken bij. Oh wacht, we zijn door elkaar aan het praten, Noor. Even het adem in, adem uit of moet jij iets even drinken? Noor vertelt, misschien moet je even inademen en uitademen, zodat je rustig kunt vertellen wat er is. Als leerkracht ben je leider van het gesprek, maar de kinderen voeren echt het gesprek. Dus wat doe je als leerkracht als een leerling een beurt wil nemen? Dat doen ze nooit met vingers. Ze moeten eigenlijk echt de beurt nemen door spraak of even een handje omhoog, maar ergens dat je aan kunt zien dat ze de beurt willen nemen. En dan richt je vervolgens als leerkracht alle leerlingen naar die ene leerling. En als iedereen gericht is op die ene leerling, dan neemt die leerling de beurt. En ja, het zijn kinderen met mentale ontwikkelingsstoornis, dus vaak zijn de zinnen toch wel wat krom of niet helemaal correct Nederlands. Dus je geeft ze altijd als leerkracht terug, maar verrijkt terug. Dus je krijgt van de leerling een kromme zin en jij maakt er vervolgens als leerkracht een mooie verrijkte zin van terug. Zullen we dit moeten kijken? Oké, we kijken even het filmpje. Hier zou een kunstwerk komen, maar het is er niet. Help! Deze taalstiekers hebben dus gewerkt met het probleem voor het kunstproject. Bij het begin begin je dus met een gesprek. Bij dit gesprek kwam Benny binnen in verdriet, want hij had een probleem. Want hij had een kunstwerk nodig en dat kunstwerk was er niet. Dat was het probleem. En de kinderen zijn samen in gesprek gegaan van, hé, hoe kunnen wij dat probleem oplossen? Waarmee ze dus uiteindelijk met de oplossing kwamen om samen dat kunstwerk voor Benny te gaan maken, zodat Benny weer met een fijn gevoel naar huis kon. Maar misschien kunnen we er wel iets maken dat je er met een bal omheen zou kunnen voetballen. Kunstenaars die hebben in korte fragmentjes een verhaal voor de Onzichtbare Collectie ingesproken over vorm, kleur en spel. En daar hebben de leerlingen iedere keer naar geluisterd en vervolgens dat kunstwerk gemaakt en de verbeelding ingegaan. Als juffrouw, twee juffrouw Zeef en meester Park al die spreektink aangezet, toen mogen we ondertussen dan tekenen of schrijven. En toen had ik een kasteel gemaakt. Dit project Onzichtbare Collectie is niet alleen maar creativiteit, is niet alleen maar leuk en anders creatief bezig zijn. Het gaat juist ook om zoveel groter spectrum. En ook taal. Hoe verwoord je iets? Hoe luister ik naar iets? En hoe representeer ik dat? En vervolgens, hoe omschrijf ik het dan zelf? Dus ik was er eigenlijk wel heel blij mee dat we die samenwerking konden aangaan. Door het kunstproject zijn de kinderen echt samen eerst allemaal losse projectjes gaan maken. Dan gaan ze al samenwerken met kleinere groepjes, waardoor dat ook weer taal naar boven komt, want ze moeten samen gaan overleggen. En natuurlijk is dat in zo'n groepje niet altijd de juiste taal, maar ze gebruiken taal en dat is het belangrijkste. Je wilt dat kinderen die taal gebruiken wat ze nog niet altijd even goed kunnen. Wat je daarna ziet, wat we het laatst gaan doen, dus dan ga je er echt één groot project van maken. Dus dan moet je echt met die hele klas weer gaan overleggen, wat dus ook weer die taal stimuleert door middel van dat kunstproject wat je hebt gebruikt. Welkom in het Odapark! Wat ik heb ervaren is dat het heel fijn was wel om echt dat probleem, dat de leerlingen een keer merken dat dat probleem, dat dat ook echt opgelost wordt. Normaal bedenken ze het probleem, maar de uitvoering is er niet altijd. Nu zien ze echt, hey, we zijn samen echt dat probleem wat we hadden op het lossen. Dames en heren, we zijn bij de officiële opening. We hebben een step gemaakt van Steppenrochje Moe. Daarom hebben we
er 2 extra benen bij gemaakt. Die benen helpen je bij het steppen. Het is eigenlijk een vliegende koestep. Het gezicht is mooi gemaakt omdat het leven eigenlijk een feest is. Elke dag kun je leuke dingen doen. Wij hopen dat het in Oekraïne ook weer snel een feest wordt. Daarom hebben wij de kleur geel en blauw gemaakt. Deze tank is achtergebleven na de Tweede Wereldoorlog. Uit de tank is een boom gegroeid. Deze boom is een ijzeren boom. De bestuurder van de tank heeft voor vrede gezorgd. De vogels op de boom komt elke dag even kijken of er nog vrede is. De boot is op weg naar de plek waar vrede is. Als je lang bent, kun je bijna overal bij. Daarom heeft ons beeld lange benen gekregen. Van spelen krijg je rode wangen, net zoals bij ons kunstwerk gezicht. Dus je kunt binnen in het kasteel heel veel verschillende dingen maken. Zoals een restaurant, een museum, een zwembad, een ballenbak. In het kasteel hoef je je nooit te vervelen. Gaat goed, gaat goed. Yes! Ik vind echt dat ze het heel leuk hebben gedaan. En wat eruit komt, ook die kunstwerken, dat kun je eigenlijk zelf niet bedenken dat ze dat kunnen bedenken. Maar de kinderen hebben iets in hun hoofd en dat komt toch. Dat kunnen ze dan toch op een eigen manier verwoorden, duidelijk maken. Je kunt ze op de juiste wijze helpen, waardoor... ja, toch dat eindproduct er is en dat de kinderen daar zelf ook heel trots op zijn. Ja, dat maakt je als leerkracht natuurlijk ook heel trots.